Met z'n vieren een man van 23 beroven. Hoe laf wil je het hebben? Het gebeurde een dikke 2 weken terug, maandag 27 april, Koningsdag. Plaats delict, treinstation van Baren. Het slachtoffer zit die middag in de trein van Weesp naar Baren. Als een trein om 4:20 op het station aankomt, stapt hij uit op perron 3. Hij loopt de trap af, de tunnel in. Hier onderaan de trap ziet hij 2 jongens staan. Eén van hen spreekt hem aan. En dan ziet hij dat er nog 2 jongens aankomen rennen zijn kant op. Hij vermoedt dan dat die 4 bij elkaar horen en denkt, dit is niet helemaal pluis. Hij besluit het op een lopen te zetten en rent weg in de richting van de voorkant van het station. Maar als hij hier de trap op wil rennen, wordt hij van achteren beetgepakt. Het is een van de jongens die op hem afkwam rennen. Ze hebben het kennelijk gemunt op zijn tas met laptop, want die proberen ze uit zijn handen te rukken. Hij krijgt een paar flinke klappen in zijn gezicht, maar hij houdt zijn tas vast. Hij valt en de 2 blijven rukken aan zijn tas. Hij wordt geschopt en geslagen en schreeuwt om hulp. Een echtpaar dat hier buiten het station loopt, hoort hem schreeuwen en gaat erop af. Terwijl de vrouw 112 belt, sprint haar man de trap af. Een van de daders gaat er dan al meteen vandoor. Die andere blijft aan de tas rukken en gaat er pas vandoor als hij een klap krijgt van de man. De straatrovers en de 2 jongens die het slachtoffer aanspraken gaan er vandoor via de tunnel en rennen naar de achterkant van het station. Joost, het lukt de daders dus niet om die tas te pakken te krijgen, mede dankzij dat heldhaftige echtpaar. Ja, zeker. Het is echt heel goed dat ze het slachtoffer te hulp zijn geschoten. Dat heeft echt het verschil gemaakt. Ja, dat denk ik ook, ja. De jongens renden dus met z'n 4 dat station uit. Hoe zijn ze nou verder gevlucht? Ja, aan de achterkant van het station zag een getuige hoe de 4 jongens in een nieuw model grijze Mercedes is gesprongen. De auto verdween vervolgens in de richting van de luitenant-generaal van Heutslaan richting Hilversum. Die jongens, wat weten we van ze? Ja, er is helaas geen bewakingsbeeld van de jongens beschikbaar. Dus we moeten het doen met de verklaringen die de getuigen en de slachtoffers hebben afgelegd. En op basis daarvan weten we dat verdachten 1 en 2, dat zijn de jongens die onderaan de trap stonden, beide een blanke huidskleur hebben. Dat ze ongeveer 1,80 meter lang zijn en beide een smal gezicht hebben. Verdachte nummer 3, dat is een van de jongens die aankwam rennen en het slachtoffer vastpakte en hem ook sloeg. Heeft een donker getinte huidskleur, is volgens het slachtoffer mogelijk van Surinaamse afkomst. Heeft een tenger postuur, is vrij lang, ongeveer 1,90. Heeft een grote neus, droeg die dag zwarte kleding met een zwart petje. Ja, en de 4e verdachte die kwam ook aanrennen en probeerde de tas te pakken. Heeft een licht getinte huidskleur en die is volgens het slachtoffer van Marokkaanse afkomst. Heeft zwart halflang krullend haar en droeg die dag ook donkere kleding. Zij probeerden dus de tas van een man van 23 te stelen. Dat mislukte, maar het slachtoffer raakte wel flink gewond in zijn gezicht. Het gebeurde allemaal in de voetgangerstunnel van het station van Baren. Maandagmiddag 27 april, Koningsdag. Weet u wie we zoeken? Bel dan nu de tiplijn 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.